Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe vlog. En wij starten al met iets dat wij vergeten zijn. Ja, inderdaad. Ik ben iets vergeten. Ja, bij het inladen van de camper heb ik ben ik vergeten het tafeltje mee te nemen. Ja. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dus ja, we hebben wel twee van die kleine tafeltjes mee, maar natuurlijk is dat niet voldoende. En wij hebben zo'n, denk ik, 4 à 5 tafeltjes thuis. Ik heb een beetje een tafeltjes. Verzameling. dus ik vind dat totaal niet erg dat je dat vergeten bent. Dus wij gaan nu op zoek naar een Decathlon voor een nieuwe tafel. Tot straks. Dag. Dit is onze nieuwe tafel geworden van Decathlon. In allerijl hebben wij een nieuw tafeltje moeten kopen, want zoals ik al zei, heeft Steve deze thuis vergeten. Wij kunnen hem in 2 hoogtes zetten. Namelijk de aperitiefversie en de dinnerversie. Wij kunnen weer eten buiten. Goedemiddag, we zijn ondertussen aangekomen bij restaurant L'Entrepont. L'Entrepont, ja. En dat is niet zo heel ver van Honfleur. Nee, inderdaad. Maar wel niet aan de kust. Ja, klopt. Niet aan de kust, maar we mogen hier komen staan. Het is hier volledig gratis. Als je iets nuttigt in het restaurant. Ja, he? Klopt, inderdaad. Dus je ziet het, we staan nu momenteel met 3. Dus er zijn normaal 4 plaatsen. Normaal 4 plaatsen voor campers. Ja, voilà. Ja. Dus en daar zou het restaurantje achter ons moeten zijn. Het is hier ook een mooie plaats. Een beetje van een speeltuin voor de kindjes. En wat hebben wij een mooi weer. En wat hebben we inderdaad een mooi weer. We genieten met volle teugen. Was het eigenlijk niet gedacht, hè? Nee. Maar het is toch allemaal goed gekomen. Ja, we dachten eerst dat we in herhaling gingen vallen bij vorig jaar, maar we gaan toch eigenlijk onze reis moeten herzien. Allee, ja, voorlopig toch. En dus we moeten eigenlijk niet verder of doorrijden naar Spanje, dat is ook al goed meegenomen, want vorig jaar zaten we juist al geen 5000 kilometer in 2 weken. Dus... En dat is natuurlijk het voordeel van een camper, hè? Ja, klopt inderdaad. Je rijdt naar het mooie weer, hè? Wij gaan nu even een wandeling maken en kijken of de Seine hier ver is. Ja. Voilà, en we nemen jullie natuurlijk heel graag mee. Tot straks. Typische oude kerkjes in Frankrijk. Wij zijn klaar en wij gaan even kijken in het restaurant. Wij hadden gereserveerd. Dus kijk, de mooie zonsondergang achter ons. Hallo. Voilà. Klaar om te gaan eten? Ja. En de aperitieven. Altijd leuk. De jeugd van tegenwoordig. Nou, die amuseren zich ook. Ja. Komt dat goed. Ze zijn daar net naar de Seine gewandeld. Zolang dat ze er geen Seine van gemaakt hebben. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar wij moeten nog wachten, hè, Nathalie.
Ja, en eigenlijk, we mogen niet vergeten, want vanavond moeten we het uurwerk ook nog verplaatsen. Ja, dat is waar. Verzetten eigenlijk. Ja. Verplaatsen is een uurtje minder slapen. Ja. Ja, we zijn weg. Ja, het is dat. Zowel, als je nu moet gaan werken en je moet die klok verzetten, dan valt dat best wel goed. Dat is waar. Voilà, dus zometeen... Een hapje eten. En een aperitief. Tot straks. Dag. Dat deze water, het is beter Ricard of water. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wij gaan straks ons paasontbijt opsmikkelen. Ja, inderdaad. Voor jullie is het natuurlijk wel een weekje later. Ja, nog hier is het maar 2 maal paas. Hè. Ja, inderdaad. En je hebt lekkere dingetjes mee. Ja. Mijn favorieten. Heerlijk. Voilà, wij gaan eerst eten. Smakelijk. Smakelijk, maar je bent nog bezig aan je van jou. We zijn onderweg richting onze volgende bestemming. Ja, we zijn gisteravond nog gaan eten. En de camperplaats zelf staat ook op campercontact. Maar die is volledig gratis als je gaat eten in het restaurant. Maar blijkbaar moest je ook lid zijn van France Passion. France Passion, ja. Wij waren dit dus niet, maar de mevrouw Wieker heen... Maakt er geen probleem van. Dus ja, we zijn gisteravond dus gaan eten. Ja, ik heb er een beetje mijn... Ik kan niet zeggen dat het 100% mijn ding was, maar ik ga het ook niet afkrijgen. Voor mij was het wel heel lekker. Ik moet wel zeggen, ik had eerst vis genomen. En de vis lag op zijn geheel op mijn bord. Met aan hoofd. Het kijken naar jou. Ja, aan het kijken naar mij. En gelukkig had mijn vriendin gezegd van kijk, ik wil wisselen met jou. Voor mij is dat zeker geen probleem. Dus ik heb haar kip opgegeten en zij mijn vis. Nu, het was wel allemaal super lekker. Juist was Steve iets minder en Mauro vond het ook niet zo heel super. Maar het was een minuutje met een voorgerecht, een hoofdschotel en een dessert. De desserts waren allemaal lekker. Ja. En de voorgerechtjes eigenlijk ook. Hè. Dat was voor €18,95. Dus dat is goed te doen. Hè. Ja, ja. En het was daar ook heel rustig om te slapen. Je hoorde enkel de vogeltjes deze morgen. Ja, dus het is wel op weg naar Omega Beach, dacht ik. Ja. Onze vrienden willen daar iets naartoe. Ja. En wij zouden ook nog heel graag Orator Sudan aandoen. Ja. Dus we gaan daar normaal gezien proberen toch ook zekerheid te gaan en daar een mooie vlog van te maken. Ja, maar dat zal waarschijnlijk al een volgende vlog zijn. Ja, of vlog. 2 volgende vlogs verder. Maar dat is een beetje hetgeen wat we zouden graag doen in de komende paasreis. En misschien nog richting een beetje diepere. Ja, diepere misschien vlug. Richting de Bordeaux-streek ook. Dus, als jullie dat allemaal willen zien. Het is een beetje, het hangt af van het weer waar we naartoe gaan halen. Nu is het bewolkt vandaag, maar de zon probeert erdoor te komen. Dus we gaan zien. Als we geen super slecht weer hebben, blijven we op de route die we in gedachten hadden. Hè? Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen, blijf volgen. En ik hoop dat deze vlog die jullie nu aan het bekijken zijn, kunnen uploaden, zodat jullie volgende zondag deze kunnen zien. Dus Het hangt er een beetje vanaf hoe het allemaal regelt en zeilt met het internet ook. Want gisteren heeft het ongeveer een 2 uur geduurd vooraleer ik de video kon uploaden naar YouTube. Dus de verbinding was ook niet 100%, maar goed, dat komt wel allemaal in orde. Voilà, bij deze gaan wij ondertussen nog een beetje verder rijden en we zien jullie zometeen wel terug. We zijn aangekomen op camping carpark Grand Camp Mesny. Dat is niet zo heel ver gelegen van het Omega of Omaha Beach. Ja, inderdaad, Omaha Beach. En dat was waar D-Day zich voordeed. 6 juni 1944 zijn ze daarop geland. Dus wij zouden heel graag dit eens gaan bezoeken. We hebben dan straks een redelijke hevige regenbui over ons gekregen. Dat zagen jullie dan straks al in de vlog. Maar op dit moment is het nu over met regenen, dus we gaan even een wandeling maken. Die campingcarparken hebben jullie ondertussen al gezien hoe dit werkt. Je hebt dus een kaartje nodig om hier te kunnen binnenrijden. Heb je nog geen zo'n kaartje, dan kan je dit aan de betaalterminal verkrijgen. Ik geloof dat het €5 is en dan heb je die voor altijd. Dan kan je alle parken van Camping Car Park binnenrijden, mits je natuurlijk geld op de kaart hebt gezet. En
Daarmee kan je dan ook betalen. Dit zijn de betaalterminals. Het werd allemaal heel goed. Wij betaalden 8 euro. Er staat wel op de app 14,50 euro. Maar je betaalt eigenlijk de prijs die een beetje afhangt van de periode waarin je komt. Dus voilà, nog een camper die aankomt. En je kan eigenlijk ook altijd zien wanneer of hoeveel campers er nog staan of hoeveel plaatsen er nog over zijn. Dus dat is ook altijd wel goed meegenomen. Als je eventueel op weg bent naar zo'n campingcarpark, dan kan je dit altijd even checken via de app. En om te zien of er nog plaats is, ja dan nee. Dan moet je er niet zo speciaal naar heen of naartoe rijden. En dat klopt ook altijd wel, want wij hebben het vandaag ook nogmaals gecheckt. Toen wij aankwamen waren er nog 8 plaatsen vrij. We reden binnen met 2 campers en toen waren er nog 6 plaatsen vrij. En ieder moment dat er een camper wegrijdt, dan zie je echt wel dat die continu geüpdate wordt. Dus het is zeker altijd juist. Voilà, wij zijn momenteel buiten de camperplaats. We gaan zo meteen eens kijken waarheen we nog kunnen wandelen. Voilà, daar is de camperplaats. En als je de straat oversteekt, dan zie je hier al een bordje. Centreville. We gaan het eventjes gaan verkennen. Na een vrij korte wandeling waren we al aan het strand. En ik moet zeggen, het weer is fantastisch. Ja, de zon zit wel niet uit. Het is bewolkt, maar er is niets van wind. Heel raar om dit eens mee te maken aan de zee eigenlijk. Er is wel heel wat volk op de been ook. Die nog eens zin hebben in een wandeling. Daar hebben we ook een kleine pier. Misschien dat we wel eens proberen om die op te wandelen. Al zie ik dat die wel redelijk groen is. Maar we gaan het toch proberen. Altijd. Nee, dank u. Ja, voor degenen die het niet verstaan hadden, Saskia zei of ze moest beginnen filmen voor een blooper. Maar het is, ik zie Kevin al een signaal geven dat we moeten opletten dat het heel glad is. Ik ga me toch eventjes draaien. Voilà. Misschien zien jullie het wel, dat de pier redelijk groen is. Ja, glad is het wel. Maar wauw. Fantastisch. En geen wind. Dat is tot rap.
Goedemorgen. Ik ben Brian. Wij hebben een hele goede nacht gehad. De rustigste van allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan vandaag met de fiets naar Omaha Beach. En, er vliegt daar iets weg, is dat van jou? Wat? Ah ja. Ja, ik heb morgen onze stuur terug moeten recht zetten, maar anders zat een beetje heel vast in onder mij. Dus we de fietsen afnemen en dan zijn we weg. Het is zo'n 15 kilometer, dacht ik. Ja. Dus we nemen jullie natuurlijk weer mee. Richting Omaha Beach of Omaha Beach. Omaha, ja. Ik ga altijd maar zeggen Omaha. We weten niet wat we daar gaan zien, maar het schijnt wel hier interessant te zijn. Dus we zijn in blijde verwachting. Mm-hmm. Tot zometeen. Ik zal even de zee tonen. We hebben daar in de verte. Mooi zicht over de zee en zeker nu met het mooie weer, want gisteren in de regen was dit niet zo goed. Er vertrekken hier al een paar campers, hoor ik. Dus ja, we gaan zien. Hé. We hebben mooi weer, tot rond 3 uur dan zou het beginnen regenen, dus wij gaan dan maken dat we terug aan de camper zijn. Ja, hier zijn we al terug. Iets sneller dan verwacht. Wij hebben terug de fietsen op de rekken gestoken. Want jammer genoeg, onze vrienden kwamen ertoe dat ze één van de batterijen van de fietsen vergeten waren. Dus ja, het is hier nogal heuvelachtig, dus wij kunnen niet echt met een fiets zonder batterij rijden. Nu, wij hebben gezegd, geen nood, samen thuis. We gaan gewoon met de camper tot bij het dorpje rijden waar we iets willen gaan bezoeken. We gaan wel zien of we daar parking vinden. Ondertussen is Steve nu eerst de verzorging aan het doen van de camper. Waterlozen, nieuw water nemen en waarschijnlijk ook toilet legen of zo, ik weet het niet. We gaan zien. Hé. We moeten positief blijven. Er zijn ergere dingen in het leven. Omaha Beach was een van de 5 strandlandingssectoren van de amfibische aanvalscomponent van operatie Overlord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 6 juni 1944 vielen de geallieerden het door Duitsland bezette Frankrijk binnen met de landingen in Normandië. Omaha verwijst naar een 8 kilometer lang deel van de kust van Normandië. We wandelen nog steeds langs Omaha Beach. Aan de ene kant het strand en aan de andere kant allemaal witte kruisjes. Zover we kunnen kijken, staat het echt vol met witte kruisjes. Allemaal gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Het is echt ongelooflijk. Een mens wordt er echt stil van. Thank you.
Voilà. Hier staan we dan samen aan Omaha Beach. We zijn er echt allebei stil van geworden, inderdaad. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen er hier gesneuveld zijn, hoeveel witte kruisjes er staan. Ik heb het daar straks ook al gezegd. En, en weten dat er wel altijd iemand zijn voorouders gesneuveld zijn. Voorouders, ja, en in die tijd zelf dan zoon of vader of broer of zus. Allee, dat is allemaal echt heel erg. En dat allemaal voor onze vrijheid die we nu eigenlijk hebben. Want wij kunnen dan ons eigenlijk niet voorstellen. Ik heb er een beetje verhalen van gehoord van mijn grootmoeder in de tijd. Maar zij was toen ook wel nog klein, dus... Ja. Inderdaad. Ja. Ik denk dat het bij deze ook onze afsluit van deze video zal worden. We hebben nog heel wat beelden die we moeten verwerken. Ik zou misschien proberen om een vlog vroeger, misschien woensdag al, te posten, maar daar heb ik nog heel wat werk aan. En de volgende vlog dan weer terug op zondagmorgen om 8 uur. Daar zullen wij waarschijnlijk Utah Beach aan doen en Le Mont Saint-Michel. Ja, klopt inderdaad. Dus we gaan proberen ons best te doen. Dus als jullie onze video's leuk vinden, denk dan aan een duimpje. Abonneer op ons kanaal, dat is volledig gratis en je helpt ons kanaal echt vooruit mee. Dus zou inderdaad heel leuk zijn. Dus bij deze nog een fijne dag en tot onze volgende video. Dag. Dag.